Deelnemers, vlag gaat omhoog. En de start is gevallen van deze MCM Mark Nessenprijs. Galopade van de favoriet Nikita Greenwood. Maar kan weer worden gezet, maar heeft wel een grote achterstand opgelopen. De andere favoriet, Odilia Meerswal, neemt de leiding. Op de tweede plaats erachter Mozart Boko. Op de derde plaats de nummer 5, Kyla Kingsdeep. Aan de buitenzijde heel goed vertrokken is het Next Wish. Dan zien we daar Mea Fantasy daar ook bij liggen. Dan een lengte erachter Montevideo V. Een drietal lengtes daarachter. Galopade daar ook van de andere favoriet, Odilia Meerswal. De twee favorieten raken achterop. En daarom nu de strijd om de leiding aan de overzijde. 1-1 galop. Als het goed was, is de nummer 1 uitgeschakeld. Dus is het nu aan de leiding gaat Next Wish, nummer 8. De nummer 1 is uitgeschakeld, dus Odilia Meerswal. De andere favoriet, Nikita Greenwood, ligt op een lengte of 6-7 daar nog achter. Maar heeft heel veel terrein in te halen. En daar gaat Hiltje niet op wachten met Next Wish. Daarachter makkelijk zit het ook de nummer 2, Mozart Boko. Dan zien we Kyla Kingsdeep. Aan de buitenzijde komt naar voren toe Mea Fantasy. En ook daar nog bij de nummer 7, Montevideo V. Dan nog steeds die ruime achterstand voor Nikita Greenwood. Dus nogmaals uitgeschakeld is nummer 1, Odilia Meerswal. Voor de tribune. Next Wish, alles onder controle. Herhaling uitgeschakeld, nummer 1, nummer 1, galop. Nog steeds Next Wish, gaat de laatste ronde in. Daarachter andere dame in het gezelschap, Kim Hagort met Mozart Boko. Kyla Kingsdeep, buitenzijde nog steeds aandringende Mea Fantasy. Binnenzijde ook nog een andere dame. Is het daarbij de nummer 7, Montevideo V. Aansluiting is er weer voor de nummer 4, Nikita Greenwood. Laatste man aan de overzijde, geen enkele wijziging. Nog steeds in het tweede spoor zit Mea Fantasy, maar kan op dit moment niet veel terrein goed maken. In zijn rug zit nu Nikita Greenwood en aan de binnenzijde nog Linda Hamming met Montevideo. Laatste bocht naderen we. Al gaat hij nu iets terrein goed maken, nou toch, die Mea Fantasy. En Kim Hagort wil niet ingesloten raken. Gaat naar het tweede spoor toe. Next Wish, Mozart Boko, Kyla Kingsdeep. Dan zien we een galopade van Mea Fantasy. Kan weer worden gezet. Maar verliest wel die derde plaats aan onder andere dus die Nikita Greenwood. Het lijkt te gaan tussen twee dames in laatste rechteind hier op de baan van Emmeloord. Aan de binnenzijde Next Wish. Aan de buitenzijde goed opgeborgen Mozart Boko. Maar Kyla Kingsdeep gaat zich er ook nog mee melden. Dion Offenberg. Dion Offenberg probeert wat, maar lijkt niet verder te komen dan het gedeelde tweede plaats. Maar nog steeds is het aan de buitenzijde Mozart Boko, maar die is er zeker nog niet helemaal. Mozart Boko, Mozart Boko, winkt voor Next Wish 2, 8, 5, 4, 3, 7. Dat zijn hier de voorlopige cijfers hier op de baan van Emmeloord. 2, 8, 5, 4, 3, 7. Voorlopig. Geef ik er vast de deelnemers op van de derde koers.